Hoe kijk je terug op de afgelopen periode? Ja, ik denk wisselend. Ik denk dat we een heel moeizaam seizoen hebben gehad. Met heel veel diepe dalen, denk ik. En ondanks dat toch wel met een gevoel waarin ik ook de mooie kanten van de club heb kunnen zien. En hoe mooi het is om voor Groningen te spelen. Alleen, hoop je wel in een iets ander resultaat in de toekomst. Hoe kijk je naar je eigen prestaties? Ook wisselvallend. Ik vind dat ik zeker denk ik eerste seizoenshelft wel redelijk goed heb gekiept. Ik denk de tweede seizoenshelft dat ik ook mijn goede wedstrijd heb gehad. Alleen ik denk zeker mijn laatste periode dat het gewoon onder mijn niveau was. En daarin dus niet heb kunnen geven wat ik wou laten zien. Wat doet dat met je? Ja, dat is moeilijk. Moeilijk omdat je weet dat je beter kan dan wat je laat zien. Omdat je ook weet hoe belangrijk de periode is waarin de club heeft gezeten. Dus overal waar je kan helpen, wil je dat graag doen. Ja, als het dan niet helemaal perfect eruit komt, dan is dat wel frustrerend, ook voor mezelf. Waren er redenen voor? Kan je iets benoemen waarvan je denkt van ja, als dat of als dit? Nou ja, goed, ik denk dat ik het belangrijkste vind om naar mezelf te kijken. En dat ik zelf ook weet van oké, welke dingen had ik persoonlijk anders kunnen aanpakken, zowel binnen als buiten het veld, maar wel vooral in de club dan. Misschien heb ik wel iets te veel verantwoordelijkheid op mijn schouders willen nemen om andere mensen te helpen. En ben daar misschien mezelf een beetje in tekort geschoten, waardoor mijn focus ook niet volledig op mijn eigen spel lag. Maar goed, uiteindelijk word je beoordeeld op die 90 minuten tijdens dat je speelt in een wedstrijd. En dan zijn er geen excuses of je nou wel of niet het ene of het andere doet. Je moet gewoon er staan en je moet spelen en je moet goed spelen. En waar je kan het team helpen aan een overwinning. Dus uiteindelijk zijn er nooit, vind ik, excuses die jouw wedstrijd mogen beïnvloeden. Welke keuze heb je nu gemaakt samen met de club? Dat ik ga blijven aankomend seizoen. Eigenlijk met als reden om gewoon een fantastisch seizoen ervan te maken. En te helpen om weer terug te komen in de Eredivisie. Ik zie de uitdaging om hier te blijven. Vooral ook omdat ik voor mijn gevoel niet volledig heb kunnen laten zien wie ik ben op het veld. Welke rol heeft Dick Lukien erin gespeeld? Ja, hij heeft er wel een belangrijke rol in gespeeld. Zeker denk ik dat het belangrijk was om te voelen hoe de club erin staat voor aankomend seizoen. Maar zeker na de gesprekken met hem en ook met de club heb ik wel gevoeld dat ze er alles aan gaan doen om binnen 1 jaar eigenlijk alweer terug te gaan naar de Eredivisie. En jij kent hem natuurlijk. Ja, ik ken Dick van mijn tijd bij FC Emmen. En ik denk dat Dick een hele goede trainer is die heel goed aanvoelt bij een groep wat wel en wat niet werkt. Ik denk dat hij ons heel erg kan gaan helpen aankomend seizoen. Hoe zie jij de komende periode voor je? Ja, ik wil gewoon voor gaan om er een fantastisch seizoen van te maken. Eigenlijk om alles wat we afgelopen seizoen hebben meegemaakt uit te wissen. En iets neer te zetten met de club, de spelers, de fans. Wat niemand ooit zal gaan vergeten.